Ja, voorzitter, het antwoord is gewoon nee. We zijn het slechtste jongetje van de klas in heel Europa. We bungelen onderaan de lijstjes als het gaat om de staat van onze natuur. Als ik in Brussel ben en ik vraag op wat voor gebied dan ook enige coulance, is het enige wat ik terugkrijg, ga je huiswerk doen. Laat zien dat je minder stikstof uitstoot. Laat zien dat je na al die 20, 30 jaar eindelijk eens echt die natuur gaat herstellen. Dat is wat ik terugkrijg en dan praten we verder. Dit is de boodschap en ik snap... Ik vind het zelf soms ook heel frustrerend dat dit de boodschap is. Maar zo is het wel. En ik zie collega Staghouwer strijden voor derogatie. We hebben het gezien met nitraat. Europa gunt ons niets meer. En ik snap het, want we hebben zelf 20, 30 jaar lang ons niet aan die afspraken gehouden. En op dit punt zijn we echt het slechtste jongetje van de klas.